Dit is het ABC-journaal met een sfeerverslag.
Welkom bij het ADO-journaal. Ja, dat is eventjes niet zo mooi natuurlijk. 3-3 tegen Roda. Makkelijke wedstrijd weggegeven, denk ik. We gaan vragen of dat zo is dat we hem weggegeven hebben. Kijk mee. Nou, het eerste waar we mee praten is Charlie. Charlie, ik zeg het al tegen je toen je aan kom lopen. Niet vrolijk van, hè? Nee, zeker niet. Ik zie dat we gewoon in de laatste paar minuten de 3-3 geven. En dat is gewoon kut. Ja, wij als supporter, wij vonden ons gewoon beter. Ligt dat er aan omdat wij Den Haag supporter zijn, dat we dan automatisch alles door een geel-groen brilletje zien? Of, Nee, zeker niet. Dat hebben jullie zeker niet gezien. Je zag dat Roda ook gewoon heel goed speelde. Het was een wedstrijd van hoge kwaliteit, zeg maar, en dat is hoog tempo. Maar wij waren gewoon echt iets beter. En we hebben genoeg kansen gehad die we af moesten maken. En dat is gewoon pure pech. Zie ik die vreugde bij je, weet je wel. Je pakt je doelpunt. Ja, zeker. En dan? Ja, en dan zit ik op de bank en zie je dat het 3-3 valt. Ja, dan zak je in. Dus iedereen op de tribune ook. Je zag het een beetje aankomen, hè? Want hij gooit die wissel erin, die dubbele wissel. Arm van Veldhoven. En toen kwamen we onder druk te staan. Ja, ze gingen met 4 spitsen spelen. Ja. Dat is een hele goede set geweest achteraf van hem. Dus ik denk dat hun aan de andere kant wel blij zijn met deze stand. Wij minder, hè? Ja, wij zeker minder. 1-0 maken we in de derde minuut. Ja. Dan een ongelukkige terugspeelbal. Ja, dat kan gebeuren. Dus, In principe maar geeft hij 2 mooie voorzetten. Ja, de eerste komt de 1-0 en de tweede is de 1-1. Ja, zeker. Je ziet dat Wesley heeft gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Ja. John ook. Maar het zijn gewoon kleine dingen die kunnen gebeuren. Ja. Dat is voetbal, hè? Ja, dat is voetbal, zeker. Maar de stemming in de kleedkamer, of ben je er nog niet geweest? Ja, ik ben er geweest. En je bent niet vrolijk? Zeker niet. Terwijl, vroeger, als we gelijk speelden tegen Roda, vonden we dat we het niet slecht gedaan hadden. Nee, dus dan betekent gewoon hoe hoog... Dat we meer willen. Ja, dat we steeds meer willen. Okay, nou, gewoon kopje op en volgende week nek, toch? Ja, tuurlijk. Nek, ja, joh, weet je wel. Hij maakt 2 doelpunten, maat, dan is het helemaal zuur. Ja, daarom is het zeker zuur. Maar ja, niks aan te doen. Kop op. Volgende week gaan we. Volgende week weer 2, maat. Ja, zeker. Gaat het lekker hoog ook met je doelpunten gemiddelde? Zeker, dat zou lekker zijn. Hè? Heb je al koppenknallen gedaan? Ja, toen schoot ik maar eentje eraf. Moet je weer komen, dan schiet ik ze even alle 3 erop. Maat. Top, laat als. Ja. We staan met de trainer van de tegenpartij, Harm van Veldhoven. Maar ik vind dat hij een hele goede set maakte. Met die 2 man die erin bracht. Voor je het zelf ook? Ja, nou goed, als je daarna het kan omzetten naar een gelijkspel, dan ben je natuurlijk tevreden. Maar ik zag vooral dat wij in het middenveld een beetje slagkracht misten op een bepaald moment. En daar moesten we de slag gaan winnen. En op basis van dat heb ik natuurlijk 2 frisse jongens erin gebracht. En toen kregen we terug opnieuw een beetje meer push. En dat doet 4 man spelen? Ja, dan kregen zij ook natuurlijk meer druk. En daarna ook met de derde spits Libedinski erbij ging het ook een beetje alles of niks. Dat deed toen een beetje pijn, maar het speelt natuurlijk ook wel met 4. Ja. Je had onderweg ook nog even een aanvaring met onze trainer? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat hebben we ook onder rustig al even aangegeven. Omdat er hier langs de zijkant eigenlijk toch wel een doorgesproken speel van ons doorging. En ik vond dat Wiedermeijer daar even wat veel liet gaan. En Maurice had gelijk dat ik er ook eigenlijk misschien ook wel kalm moet blijven. Maar je gaat op in het vuur van de strijd. En dan, goed, dat hebben we onder rustig gezegd. Ik zeg, je had gelijk. Ik had even rustig op mijn bankje misschien wel blijven zitten. Met die 3-3 zat ik, keek naar je toevallig. En dan echt, yes. Ja. Ben je als trainer dan blij? Want je hebt het dan goed gedaan. Nou, op zich wel. En ook, je komt er iedere keer achter in Den Haag en je komt iedere keer terug. Nou goed, dat zijn niet veel ploegen die hier uit achterstand zomaar weer terugkomen. Dus. En ook de tweede helft vond ik ons een beetje mannelijker spelen. Meer drang. Op basis van die tweede helft en op basis van die achterstand weer goed te maken, ben je natuurlijk wel tevreden dat je elftal karakter heeft getoond en weer goed uit de winterstop is gekomen. Want nu blijven jullie voorstaan, hè? We blijven nu 3 punten voorstaan op jullie. En ja, jullie zijn toch een echte concurrent voor die play-offs. En ja, goed, als je dan hier naartoe moet komen, dan is dat niet zo eenvoudig. Is misschien wel een leuk idee dat we samen naar de play-offs gaan? Ja, het is aan mij niet gelegen. Maar vorig jaar hebben jullie ons al uitgeschakeld in de play-offs. We gaan het deze keer wel andersom doen. Ja, dat is kinderachtig. Hij is ineens minder leuk, hè? Nee, hoor. Sportief dat je even met ons ballen. Succes. Zie jullie ook. Succes. We staan met de razendsnelle doelpuntenmaten. 3 minuten. 3 minuten was het, maat. 1-0. Ja, dat zat lekker in. Best werd goed diep gestuurd. En ik was er als de kippen bij. En ik kwam gewoon goed voor me verdedigen en ik schoor. Maar is dat extra als je hem zo voor je broertje krijgt? Ja, altijd. Tuurlijk. Ja. Dat elk doelpunt is eigenlijk wel anders. Maar als je hem van je broer krijgt, is het altijd. Het geeft meer. En dat is gewoon een lekker gevoel. Hoe zuur is het dan als hij daarna weer een voorzet geeft?
maar dat hij bij de andere kant erin gaat? Ja, dat is heel zuur op dat moment. En, maar dat weet hij zelf ook. Hij was er helemaal kapot van. Want we hebben een goede wedstrijd gespeeld. Ja, dat vind ik ook. Ik denk gewoon een heel team hebben het ook goed gespeeld. En, alleen ja, op dat moment is het gewoon zonde dat, ja, dat zo'n bal er komt. Maar ja, dat gebeurt altijd wel. En ja, het is jammer dat het gelijk resulteerde in 1-1. Waarom hebben wij 3-3 gespeeld tegen Roda? Want ja, volgens mij waren wij beter. Ja, ik denk dat we het publiek echt vermaakt hebben vandaag. En heel veel kansen kregen. Ik denk dat wij, ja, als je de laatste doelpunt ziet, dat je ook een beetje geluk nodig hebt. En als je ziet, ik glijd naar die bal en Chris glijdt naar die bal. En hij valt ertussen en wordt erin getikt. Ja, normaal gesproken schiet ze tegen jou, dat is een corner. En nu is dat niet het geval en dan wordt het 3-3. Maar je zag het een beetje, tenminste als je van de zijkant, hè, want jullie zitten natuurlijk in die wedstrijd, maar je zag het een beetje aankomen. Die trainer van Roda die gooit er een dubbele wissel in. Hun gaan met vier aanvallers spelen. Toen kwamen we een beetje in de problemen. Ja, maar we kregen alsnog nog de beste kansen wij voor de 4-2. En als die wordt gemaakt... Oh ja, die ene die overging voor jou ook nog. Ja, die bal en dat één keer dat de keeper goed eruit kwam. Ja. En ja, als, dan is het een heel ander verhaal. Dan wordt het 4-2 en dan brood er helemaal niks mee in te brengen. En dat is gewoon zonde. En dat dan die goal, wat ik zeg, dat heb ook gewoon met geluk te maken. Dat die ertussen valt en de 3-3 wordt. Dat is gewoon zuur voor heel ADO. Als je dan in de kleedkamer komt, vroeg het net dan aan Charlie ook, iedereen een beetje vertiefd? Ja, iedereen met de schouders even naar beneden. En, dat is gewoon met het kopje naar beneden. Ja, dat is gewoon, kut. Ja, want voor de stand maakt het niet veel uit. We blijven 3 punten achter op ze staan. Ja, eigenlijk heb je gewoon, dan als je zo kijkt, heb je gewoon 2 punten verloren. En op dat moment ben je gewoon, is het gewoon jammer dat je gelijk speelt. Maar, ik denk dat we wel het publiek hebben vermaakt met heel goed voetbal en dat heb je ook wel gezien vandaag. Op een gegeven moment, eerst voordat je gewisseld werd, zie ik je een keertje naar de trainer gaan en dat je naar je buik of naar je maag voelt. En dan word je gewisseld en dan zien we gewoon aan je dat je daar niet blij bent. Waarom word ik gewisseld? Nee, het was een communicatie met de trainer. Ik zei, gaat u nu wisselen? Maar hij zei nee, terug naar achter. En uiteindelijk werd het bordje omhoog gaan en de trainer zegt, wat doen jullie hier? Okay. Ja, en vandaar dat ik, ik wist sowieso dat ik eruit ging, maar daarna was eigenlijk een communicatiefout met de video official en de trainer. Hoe gaan jullie je eigen nou opladen voor neck out? Hoe verwerk je dit? Nou, ik denk dat we hebben niet heel veel te verwerken. Ik denk dat we gewoon een prima wedstrijd hebben gespeeld. En ik denk dat het gewoon uiteindelijk met die 3 tegendoepen dat misschien met volwassenheid te maken heb. Dat je toch, daar moet je van leren en meenemen naar de volgende wedstrijd dat niet meer gebeurt. Maar ik denk dat we gewoon maandag weer lekker gaan trainen en richting zondag gaan. Oké, man. Pak je rust en ik ben in ieder geval weer blij dat je scoort, maat. Tuurlijk, zie je volgende week. Oké, top. Nou ja, trainer zou ook komen, maar ja, nou ja, je begrijpt het wel. Ik praat altijd met hem en hij wou wel komen na de persconferentie, maar er zijn ook zijn familie is daar. Dus we tokken even niet met de trainer. Dat komt van de week wel weer op het Zuiderpark. Dus we nokken ermee. Dit was het ADO-journaal. Laters!